Aankomende zondag voor jullie een denk ik wel belangrijke wedstrijd. Wedstrijd tegen Laakkwartier. Want als ik zo naar de stand kijk, moet het nog wel iets beter kunnen, denk ik, trainer Laurens. Ja, dat moet zeker beter. En we zitten nu, we hebben nu 3 achter elkaar gewonnen, inclusief een oefenwedstrijd. Dus ik begin steeds meer goede hoop te krijgen. En het wordt ook steeds beter. We hebben afgelopen zondag eigenlijk een hele goede eerste helft gevoetbald. De tweede helft is bij ons nog steeds een beetje matig. Dus daar moeten we aan werken. Maar het voetbal begint te komen. En dus we gaan het Laakkwartier in ieder geval lastig maken. Afgelopen zondag hoor ik al even, Barry, overwinning voor de beker. RFC 33, 2-3 overwinning. Dat was lekker, denk ik. Ja, een heerlijke eerste helft. 3-0 gaan we de rust in. Denk je eigenlijk, nou, kat in het bakkie. Maar tweede helft geven we toch wat meer de tegenstander de ruimte. En dan kregen we het toch nog even moeilijk. Maar uiteindelijk wel de overwinning gewoon binnengehaald. Ik hoor de tweede helft nu 2 maal vallen. Kan jij ons uitleggen wat er precies gebeurt bij Voorschoten 97 in een tweede helft? Nou ja, doordat we wat slechter zijn begonnen aan het seizoen, is het toch, de angst kruipt een beetje in de ploeg. Wanneer we op een voorsprong komen, dan geven we toch, worden we bang dat we het weer weggeven. En dat zie je de laatste tijd. Alleen de laatste 3 weken of de laatste 3 wedstrijden houden we het wel vol. Dus dat is wel positief. Is dat dan een stukje vertrouwen wat sterker moet worden als ze zo'n tweede helft ingaan? Ja, absoluut. Vertrouwen moet beter worden. En ik zeg het, als je zo'n eerste helft neerzet waarin je de tegenstander gewoon toch redelijk wegspeelt. Ja, dan mag het verval niet te groot zijn. Ja, dan moet je met vertrouwen ook de tweede helft ingaan. En daar moet aan gewerkt worden. En daar zijn we hard mee bezig. Voorschoten 97 zondag hoort gewoon in de tweede klasse thuis? Vind ik wel. We staan nu nog op de laatste plaats, maar daar heb ik zeker vertrouwen in dat we die heel snel gaan verlaten. Nou, dat klinkt in ieder geval heel positief. Ik wil jullie heel veel succes wensen tegen het Laakkwartier. Altijd lastig, denk ik, dat soort ploeg ook. Behoud het vertrouwen. Dat doen we zeker. Dat doen we zeker, ja. Absoluut. Bedankt. Dankjewel. Graag gedaan. Dag.